Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20 en ik ben nog steeds vrolijk, want we hebben een leuke chef gehad. Oké, ik ben heel erg blij. Daar komt het eigenlijk op neer. In deze aflevering gaan we ons helemaal voorbereiden en waarschijnlijk ook een bevechten. De sterkste baas tot nu toe in het spel Terraria, Duke Fishron. Ik noem het een baas. Je hebt nog twee evenementen die ik nog niet heb laten zien. Maar dit is eigenlijk technisch gezien de sterkste baas van het spel. Dus vandaar dat ik hem zo noem. Goed, ik heb me eigenlijk helemaal voorbereid. Ik heb mijn bullet armor heb ik bij me. Ik heb mijn beetle armor heb ik bij me. 7 hard lanterns, want we gaan een arena ervoor maken. Ik heb eventjes dirt bij me om de arena ervan te maken. We hebben glorified bullets. Die maak je van glorified en van de gewone musket bullets. Die homen op je vijand, wat zeker heel erg handig is. Dus mochten we de range approach gaan proberen. Ik ga eerst proberen de Godly Scourge of the Corruptor. Die wil ik eerst eigenlijk proberen voor Duke Fishron. Ik heb bij me Life Force Potion. Zorg ervoor dat we 20% extra life krijgen. Dus in dit geval zou dat 600 zijn. 600 HP, geloof ik. 20%. Ja, dan krijgen we 100 extra. Swiftness Potion, waardoor dat we sneller kunnen lopen. Thorns Potion, zorg ervoor dat we schade doen als wij, zeg maar, geraakt worden door Duke Fishron zelf. De Regeneration Potion voor extra regeneration. En natuurlijk de Iron Skin Potion voor nog extra defense. Wij gebruiken onze hoverboard, zeg maar, wat ervoor zorgt dat we 3 extra defense krijgen en extra kunnen vliegen. Nou, ik heb over dit schild heb ik al genoeg gezegd over dit schild, dus daar hoeven we niet over te vertellen. We kunnen hiermee langer vliegen en krijgen we dus, zeg maar, nog meer ren en agility. Hiermee hebben we de kans dat we nog eens een keer niet geraakt worden door onze vijand, dus dat schiet ook nog eens een keer goed op. En dat we extra fire damage doen met een melee, waardoor dat, zeg maar, onze godly speer nog leuker zou worden. Nou goed, de dingen die we nodig hebben. We moeten sowieso een vishengel hebben. Maar wat we dus ook nodig hebben is dus, zeg maar, de truffelworm met 666 bait power. Nou, we hebben nog geen vishengel bij ons. Dus ik heb hier eventjes de Demonite Bars dat we even hier een vishengel van kunnen maken. Hier hebben we hem, Fisher of Souls. Dus die is zeker heel erg belangrijk dat we die bij ons hebben. En nou wil ik jullie eerst eventjes laten zien. Weten jullie nog die mushroom biome die we ondergronds hebben gemaakt? Die ondertussen zeker klaar zou zijn. Daar gaan we eerst eventjes naartoe om te kijken of we nog meer truffelworms kunnen gaan halen. Nou, die zit bij onze elevator, dus laten we gaan kijken of we wat truffelworms kunnen gaan vinden. Aangezien dat we die zeker nodig hebben voor onze bosrun van Duke Fishrun. We kunnen zelf kiezen welke oceaan dat we zouden willen. Ik denk dat ik hem aan deze kant zou gaan pakken. Aangezien dat we deze kant al behoorlijk... ik weet niet, we zitten perfect in het midden, dus het maakt niet echt zoveel uit. Maar ik denk dat we hem aan deze kant gaan pakken, lijkt voor mij het makkelijkste. Dus eventjes gaan we eerst even langs onze elevator. Even langs onze mushroom biome. Wel jammer dat we geen terrabladen hebben, maar die gaan we sowieso niet gebruiken. Dus dat maakt niet zoveel uit. Oké, hier zijn we. En nou is mijn vraag, komen we hier eventjes een truffelworm tegen? Dat zou heel erg fijn zijn. Hallo, willen jullie alsjeblieft? Allemaal even dood. Oké, nou even kijken of we een truffelworm zien. Tot nu toe nog niet. Dus ik zie jullie wanneer we een truffelworm zien. Oh, daar is er één, daar is er één, daar is er één, daar is er één, daar is er één. En hebben ze. Nice. Oké, dat is de eerste. Deze moeten we dus een paar keer gaan farmen eventjes. Omdat we dus, zeg maar, hem dan vaker op kunnen roepen. En meerdere strategieën en meerdere drops kunnen krijgen. Dus vandaar dat ik daar heel eventjes mee bezig ben. Dus elke truffelworm die we zien, zal ik zeker heel eventjes op camera laten zien. Yay. En daar is nummertje 2. En daar is nummertje 3. Ik negeer jullie gewoon heel eventjes, want jullie zijn nogal irritant. Ja? Jullie allemaal. Ga dood. Sterf. Heen en vernietig. Oké, nou, dat gaat alleen maar goed. Zoals ik al zei, deze farm maken zo vroeg mogelijk in het spel is alleen maar in je eigen voordeel. Dus ik zie niet waarom dat je het niet zou willen doen. En daar hebben we er weer één. Joepie! Oké, we hebben er al 5. Ik wil er nog eentje hebben, just in case. En dan denk ik dat we wel gezet zijn voor onze bosrun. Dus geef me nog even een seconde. Alsjeblieft, dankjewel. Nou, we hebben er 5 op het moment. Wacht, is dat... Oh, dat is gewoon een red slime. We hebben er 5 op het moment, dus ik denk dat we er wel bij goed zitten. De wil nou op het moment even geen meer spawnen. Dus ik denk dat we het gewoon bij deze 5 eventjes houden. Ik wil eventjes de rest van mijn inventory al eventjes kleren. En ik zie jullie bij de oceaan, waar dat we dus, zeg maar, onze setup arena klaar gaan zetten. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, hier zijn we dan eindelijk bij de oceaan aangekomen. Ik zie dat we een kleine issue hebben dat het hier niet echt vlak is. Dus even herrie maken. Dank je. Dus wat ik ga doen is, ik ga hier gewoon door de lucht heen, hè. Tot en met ergens. Ga ik dus, zeg maar, gewoon een plateau maken. En wat we gaan doen is dat dus zo vlak maken. Oh boy.
Dus editor, doe jij hier eens heel eventjes een bouwfast-forward op. En dan, wanneer dat de tijd rijp is, gaan we weer terug naar normaal. Dus wij gaan hier een battle arena maken. Ik zie jullie in een seconde. Oh ja, nee, in een fast-forward. Nee. Oké, jongens en meisjes. Ik ben zover. Wij hebben alle voorbereidingen. We hebben de Beetle Armor. We hebben de Defense. Jullie kunnen zien, we zitten op het einde van de map. Dit stukje is onze Battle Arena. Daar moeten we het mee gaan doen. Oh boy. Oké. Oh, dat is een beetje te... Serieus. Ga weg. Ik heb nog een tijd voor jou. Oké, here we go. Ik ben bang, jongens. Oh boy. Oh boy. Doe ik vis erom! Oh boy. Oké, okay. Hij is wakker. Hij is wakker. Ik ben ook wakker. Oh mijn god, wat ben jij snel. Oh boy. Hopelijk doet dit genoeg damage per seconde. Oh mijn god, moet je kijken hoeveel schade ik al wel niet heb genomen. Oh boy. Oké, we hebben 600 health. Ik hoop dat dit echt een beetje decent schade doet. Hij is ontiegelijk snel. Oh, daar hebben we de Sharknado's. Oké. Oh, dit doet bijna geen damage per seconde tegen hem, man. Ik denk toch echt dat we beter met Glorified Bullets aan de slag kunnen gaan. Oh boy. Oh boy. Ah, Shark, nee, doe ze niet doen pijn. Oké, laten we maar overgaan hier naartoe. Oh boy. Even de map uit. Oh, Snikies. Waarom ben jij zo snel? Misschien niet verkeerd om alvast even een health potion te pakken. Omhoog. Oh boy, dit gaat pijn doen. Auw. Oh, ik haat Doekfish Tron. Oh boy. Oh, snikies. Oké, ik ga gewoon verder deze kant op. Ik bedoel, we hebben de ruimte. Gebruik hem ook. Oh boy. Oh, hij heeft zoveel aanvallen. Hij heeft de Sharknado. Hij heeft die dash aanval die hij de hele tijd gebruikt. Oh, met name daar geen schade. Oeh, nice. Oké. En omhoog. En omlaag. En omhoog weer. Oh man. Dit vind ik zo niet prettig. Oh. Dat doet pijn. Oh man, hij heeft zoveel health. Oh man. Dan maar even zo. Even de dash ability af en toe gebruiken. Oké, dan gaat hij zijn bubbels doen. Komt hij weer op een dashje? Ja, hij komt er op een dashje. En om voren. Oké. Oh boy. Afstand houden, jongen. Afstand houden. Oh, ik haat deze baas zo erg. Oh, snuikies. Ah, dat deed pijn. Oh, dit kan zo lang duren. Oh boy. Oké, nou ja. We raken hem in ieder geval gegarandeerd. Dat is een goed ding. Oké, komt weer dashje. Torching skill. Oh, Sharknado's niet doen pijn. Oh boy, ik weet dat ik meer schade zou kunnen doen als ik zeg maar de andere armor heb, maar ik wil nu echt gewoon die defense hebben. Plus die beetles die zijn echt een must-have nou op dit moment. Oké, en we moeten draaien, want we zijn op het einde van onze battle arena. Oh, ik wil omhoog, Oh, die Sharknado's zijn zo eng. Oh, snijkies, blijf uit mijn buurt, Ik haat jou. Oh mijn god, ik haat deze baas zo erg. Ah. Omhoog. Oh boy. Nou ja, we hebben in ieder geval nog niet zoveel health potions om te gebruiken. Oh, snijkies. Andere kant weer. Gewoon blijven schieten. Gewoon kalm. Alles komt goed, alles komt beter. En hij komt achter me aan. En ik begin te zingen als ik in paniek raak. Oh, ik haat deze baas zo erg. Hij mag mij niet, ik mag hem niet. Wat wil je nog meer? Oh boy. Oh, kom dan. Wat ben je eigenlijk voor dier? Nee, ik wou de andere kant op. Oh, snijkies. Oh, hij zit bijna in zijn tweede fase. Dan wordt hij pas echt blink. Ah!
Oh, we namen daar geen schade, Oh boy. Zijn dash aanval komt er weer aan. En om de andere kant. Oh, die hoverboard die is handig hier. Oh, ik echt. Mijn audio commentaar is nou heel erg. Ik ben heel gefocust, jongens. Ik haat deze baas zo erg. Oh, man. Oh, hij zit in zijn tweede vorm. Oh, Doekvisseron, je bent gemeen. Oh, boy. Bijna geen Sharknado's te zien, nou. Oh, boy. Dan komt hij weer dashen. Oh, boy. Oh, boy. Hij zit in zijn tweede vorm, jongens. En ik ben best wel bang nu. Oh, geen Sharknado's. Oh, boy. Nee, ik zie een Sharknado. En die zijn nou stukken groter. Oh, schnoikies. Andere kant. Waar is hij? Oh, daar is hij. Oh, boy. Ah, heel veel Sharknado's. Ik ga niet vluchten, want ik ben bang. Jij doet heel veel schade, dat doet niet fijn. Ik snap niet waarom dat ik een slaapliedje begin te zingen. Ah. Oh boy, andere kant. Ah, Sharknado! Oh, buddy. Oh boy. Ben je al bijna dood? Oh, je bent nog langer na niet dood. Oh boy. En een Sharknado, daar kan ik er niet overheen. Oh, ik moet mijn buff schoon geraad houden. Oh boy. En buff. Andere kant maar. En omhoog. En even hoeveren. Oh. Oh, ik ken dat net niet. Oh boy. Oeh, dat gaf me net. Oh boy. Oh boy. Oké, we zitten weer op maximale 100. Oh boy. Dat gaat zo fout. Oh, hij komt op een dashje. Gewoon blijven schieten. Oh, 40 schade. Dat doet zoveel pijn. Ga weg. Ik haat jou. Oh, daar komen de Sharknado's. Ik ben zo bang. Gewoon blijven schieten. Hoeveel health heeft hij nog? Oké. Ik doe het ongeveer wel goed overleven. Maar echt, als ik iets meer damage zou doen. Ik hoop dat ik zijn melee wapen te pakken krijg. Andere kant. Auw. Endure it. En health. Help, verdorie. Ik heb geen chlorophyte bullets meer. Oh boy. Gewoon blijven schieten. Oh mijn god, dat deed gewoon 100 schade net. Zagen jullie dat? Oké, andere kant op. Deze kant op. We hebben hem bijna. Oh, 70 schade. Oh mijn god. Oh boy. Kom op, ik heb hem bijna, joh. Oh, als ik nou verlies. Oh boy. Ik moet nou dadelijk de andere kant op. Andere kant. Auw. 34. Oh, ik heb echt health potions weer nodig. Oh boy. De Sharknado damage. Oh boy. Nee. Blijf uit mijn buurt. Oh, dat deed 53. Ah, ik heb bijna geen helft meer. Ah, boy. En helft. Oh, nee. Oh. Snikies, klein scherm. Niet lief. Ah. Paniek. Ik weet klein scherm, jongens. Het spijt me zeer, maar. Oh, boy. Ah, Sharknado. Oh man, dit is... Oh. Ik doe bijna geen schade hiermee. Oh boy. Oh, kom op, ik moet hem nou bijna hebben. Kom op, ga dood. Alsjeblieft, ga dood. Oh, blijf uit mijn buurt. Oh, al die sharks. Ah. Oh, deze battle die gaat mij veel te langer. Oh, ik nam daar geen schade. Oh, dat redde mijn leven. En I don't care. Help. Hij is bijna dood. Oh, kom op. Ga dood. Sorry van die uitzooming nou, jongens. Ik fix het dadelijk als ik hem verslagen heb. Oh nee, ik wil daar niet naar beneden. Kom op. Oh boy. Is hij al dood?
Ah, ik ben van mijn ding af. Omhoog, 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 omhoog. Dash, dash, weg. Oh boy. Ah. Help. Ah, mijn knopjes. Waar is hij? Oh, ga alsjeblieft nou dood, joh. Waar ben je? Oh, ga nou alsjeblieft dood. Oh, boy. 4K. Oh. Oh, man. Ga alsjeblieft dood, stom visbeest. Oh mijn god. Oh, ik vind aan de confettikogel zelfs. Ah, kom op, je bent bijna dood. Ik weet dat je bijna dood bent. 2K. Oké, onderdoor. Andere kant. En health. Buff. Ah, snikies. Ah, dat deed pijn. Oh, ik heb nog een hele witte geld. Ik heb nog maar anderhalf hartje. Nee! Nee! Ik had hem bijna. Ah, dit doet pijn. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ik heb dat beest. Oh. Ja. Oké, jongens, we gaan gewoon voor een poging 2. Oh boy, ik ga Dubfish erom. Oh, ik heb mijn settings heel even aangepast. Ik heb in het defense heb ik ingeleverd voor meer schade te doen met de Mega Shark. Wat ik van plan ben is, ik ben vergeten deze om te zetten in de bullets die ik wou hebben. Oké, never mind. Dan doen we het gewoon anders. Wat ik van plan ben is, ik wil eerst eventjes deze bullets gebruiken. En als laatste gebruiken we de party bullets. Dit is de setup die we nou gaan doen. We doen nou in totaal onzichtbaar. Ja, we gaan dus zeg maar 32 doen in plaats van de 25 die we net deden. Dus hopelijk is het genoeg. En ik ga een beetje proberen beter te dodgen. Dus, even wachten. Oké, als hij wakker wordt... Oh boy, ik haat dit. Ik haat het. We gaan het gewoon nog één keer proberen, jongens. We gaan het gewoon nog één keer proberen. Daar is hij. Oh boy. Oké, here we go. We hebben nou een beetje zijn patroon door. Oh, rustig blijven. Laat hem in ons dashen. Waarom ook niet? We weten nou een beetje hoe dat zijn patroon gaat. Een beetje twin patroon. Oké, hij gaat nou omhoog, dus kunnen wij onderdoor lopen. En op dit moment worden we niet geraakt. Dus dit gaat op zich wel lekker. Waar is hij? Oh, daar is hij. Ah, hij komt er niet op ons in, dashen. Nou wel, tweede keer. Oké, om. Au. Dat was niet handig. Oké, even een beetje snelheid. Oké, komt hij weer aan, hoor. En omlaag. Oké, en omhoog. En omlaag. Komt weer aan, dashen. 1. Spring. Draai. Spring. Oké. Nou gaat het op zich wel decent. Oké, ik haat deze baas echt, jongens. Ik haat hem. Oké, patronen. Expecto! Patronum! Ja, nou ga jij eerst weer langzaam. Oké. Heel voorzichtig. Omhoog. Omlaag. Jammer. Maakt niet uit. Oké, kom erin, dashen. 1, 2, en terug. Omhoog. Jij gaat omhoog. Jij gaat nou weer rondspinnen. Oh boy, dit kost mij echt heel veel kogels, maar dat maakt mij echt helemaal niks uit. Laat hem maar komen. Laat hem maar op jou komen. Hoppakee. En omlaag. En omhoog.
ga heel stil zijn, jongens. Ik ga concentreren. Tweede vorm, jongens. Perfecte timing voor de glorified bullets. Ah, die doet pijn. Oh, dat deed 200 schade. Oh, dit gaat weer niet lekker, jongens. Oh, boy. Nee. Ah, nee. Oh, boy. Beste kijkers, het is niet gelukt om Duke Fishtron te verslaan in deze aflevering. Hier baal ik van. Ik ga offscreen farmen voor meer glorified bullets. Ik ga oefenen tegen die baas op een andere wereld. En hopelijk maandag dat we hem wel kunnen verslaan. Ik bedoel, er is niet beter equipment die we nog kunnen halen. En we waren kantje boord net en we zijn nu weer kantje boord en... Ik weet niet meer welk ander wapen dat ik het eventueel zou moeten doen. Dus ik ga gewoon experimenteren met wapens. En ja. Anders weet ik het ook niet. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Trouwens, wacht eventjes. Ho, even terug. Eerst eventjes de awesome comment van de dag. Die komt gewoon. Ondanks de teleurstelling. Ondanks dat we dus niet Duke Fishtron hebben kunnen verslaan. Gaan we eerst de comment van de dag doen. En dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, heel veel punishie. Vijf vriendjes. Oké, de comment van de dag. De comment van de dag, die komt op aflevering 31 van Luc van Hemert. Bij mij is een van die lizards gespand voor hard mode buiten de dungeon. Oh, de lizard van de Jungle Temple. Ja, het probleem is met de dungeon van de Jungle Temple. Die kan af en toe wel eens, zeg maar, tot de slot, zeg maar, heel erg ver weg is. Of tot die heel raar gespand is. En dan is er inderdaad de mogelijkheid dat je zelfs voordat je hard mode hebt... Tot daar zeg maar al die lizards zeg maar kunnen spannen. Dus moet je zeker vooruit kijken. Luc, bedankt voor dat te melden. Heel erg bedankt. Dat is zeker een handige tip die de kijkers heel erg kunnen helpen. Nou, gisteren hadden we dus heel erg veel geluk. Vandaag helaas dus heel erg veel pech. Ik hoop dat dat maandag anders gaat. Morgen natuurlijk om 6 uur gaan we weer livestreamen. Dan gaan we dus weer verder met de challenge. En over de challenge had ik nog heel even een vraag. In de toekomst zouden jullie een challenge serie op YouTube willen zien? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dan is mijn vraag. Wat voor challenge zouden jullie willen zien? Zouden jullie de banner willen zien? Hardcore challenge? Noem het maar op. Dat is allemaal. Ik weet het. Minecraft Hardcore die komt nogmaals. Geduld, dat is een enorm project. Mensen die zijn Team Handdoek Crew, die is ook op dit moment heel erg druk. En dan hebben ze multiplayer, dus dan moet ik altijd eventjes wel kijken hoe en wat. Dus alsjeblieft, is daar geduldig voor. Maar mochten jullie dus meer van Terraria willen zien, laat dat zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Wil niet zeggen dat ik gelijk weer Terraria hierna ga doen, maar dan weet ik dat in toekomstige projecten, als we dus zeg maar weer iets van The Legend of Zelda, Mario, Pikmin, weet ik het allemaal nog meer hebben gedaan, tot ik weer een keertje de Terraria tussendoor zou kunnen gooien. Dus laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Luc, nogmaals wel erg bedankt voor deze reactie en ik hoop jullie allemaal maandag te zien bij de volgende aflevering. Hopelijk kunnen we Duke Fishtron dan wel verslaan.
En ja, wat heb ik nog verder te zeggen? Eigenlijk heel weinig, ja. Tot morgen bij de livestream. Ik dank jullie voor het kijken. Dus, tot dan. Doei!